Oh mijn god. Ik geef dit 8 van de 10 onderkinnen. Vet, vet, vet lekker. We eten ook weer samen. Ik ben zo blij nu. Hallo lieve mensen. Deze week ga ik me helemaal onderdompelen in het leven van een veganist. Ik heb in New York al eens een experiment gedaan dat ik vegan ging eten een week. En nu ga ik dat in Nederland doen. Kijken hoe het daar is. En ik ga proberen het door te trekken in de rest van mijn leven. Ik ga je laten zien waar ik tegenaan loop. En ik kan je alvast verklappen. Ik weet zeker dat het niet 100% allemaal helemaal goed zal zijn. Maar dat is eigenlijk ook gelijk de boodschap die ik wil uitdragen. Je hoeft niet 100% vegan te zijn om gewoon al je leven te verbeteren. Het is niet alles of niets. Alles of niets. Baby, roep jij maar niets. Het is geen religieuze groep. Religieuze groep waar je bij moet aansluiten. Ik ga in ieder geval mijn best doen om zoveel mogelijk te ontdekken deze week. Met wat voor makkelijke stappen ik kan maken voor een beter, duurzamer leven. Let's go! Nog even een korte uitleg voor de duidelijkheid. Wat is nou een veganist of een vegan? Dat is iemand die zijn best doet geen dierlijke producten te gebruiken in zijn leven. Een groot onderdeel daarvan is bijvoorbeeld geen vlees eten, maar ook geen honing. En je kunt het zelfs doortrekken naar kleding, schoonmaakmiddelen, make-up. Want ja, ook daar zitten vaak dierlijke stoffen in verwerkt. En waarom doen mensen dit, denk je nu? Nou, veel mensen willen ten eerste niet bijdragen aan dierenleed. Ook eet je, als je een goed plantaardig voedingspatroon hebt, veel meer groente en fruit over het algemeen. En voelen mensen zich daar vaak lekker bij. En een derde, ook belangrijke reden, vind ik heel erg belangrijk, is dat je het voor het klimaat doet, de wereld. Als je hier meer over wil weten, check dan de link in de videobeschrijving hieronder. Maar om je een voorbeeld te geven, de veehouderij is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van broeikasgassen. Tot zover deze korte lezing over veganisme. Hallo lieve mensen, het is dag 1 en die begint echt vet goed, want ik heb griep. Ik heb dus ook de hele dag nog niks gegeten. Het gaat wel weer wat beter gelukkig en ik krijg zo mijn Eco Plaza maaltijdbox geleverd. Die heeft vegan gerechten, dus dat ga ik denk ik zo koken om een beetje op kracht te komen. Ik zat net wel om me heen te kijken en dacht ik, ja, ik lig hier onder een dekentje op de bank. En het deken is volgens mij ganseldons. Ik zag Max sloffen liggen. Die sol is van leer. Ik liep langs de kapstok en zag mijn winterjas. Daar zit ongetwijfeld wol in. Het is echt niet normaal als je erover nadenkt in hoeveel producten dierlijke stoffen zitten. Oké, dit was superveel inspanning. Ik ga weer even chillen. Ik zie je morgen. Goedemorgen van een nog steeds zieke Marije, maar het gaat wel iets beter. Ik ben weer aan het eten en ik heb nu wat uit de koelkast getrokken wat ik nog had. Ik had dus dit nog in mijn koelkast, jackfruit, wat een vegan soort van vleesvervanger is. En jackfruit is dus, zoals de naam al zegt, fruit. Maar dan helemaal barbecue, gemarineerd en vet, vet. Vet lekker. Dus dat ga ik nu op een wrap eten. En ik ben een heel gelukkig meisje. Oh, en volgens mij kun je dit gewoon bij de appie halen. Oké, ik heb mezelf van de bank gesleept. En we zijn nu onderweg naar de première van de nieuwe film van 50 Shades. Ja, ja, ja. Weet jij of champagne vegan is? Godsamme. Ik weet dat ik kan wel alles tegelijk. Lopen is super moeilijk. Champagne is zeker vegan. Hoe weet je dat? Ik heb dat nagevraagd bij de organisatie. En het feit is, als ik er niet genoeg van kan drinken en op mijn sportschoenen weer naar huis kan, dan telt het niet. Ik zie een rode loper. Ik denk dat we naar binnen moeten gaan. Zal ik jou eens even nee, rode loper? Nee, 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 nee. Yes! Haha, yes! Nice! Hey Marije, hallo. Dit is gewoon onmenselijk. Er ligt gewoon een reep witte chocola klaar. Dit kan ik toch niet eten? Vandaag een lekker dagje op kantoor weer gewerkt. En normaal eet ik met de lunch dus altijd eigenlijk broodjes, kaas of geitenkaas met avocado. Nu heb ik daar hummus met avocado van gemaakt. En
dat was eigenlijk gewoon natuurlijk, uiteraard, heel erg lekker. En ik heb helemaal niks gemist, dus super makkelijke switch. Oh, lekker die zon. Wat eten betreft gaat het me echt makkelijk af, moet ik zeggen. Ik eet natuurlijk sowieso al geen vlees, dus dat scheelt. Dat is natuurlijk een milde overgang. Lijkt wel alsof ik kort haar heb trouwens. Jongens, ik heb geen bob geknipt hoor. Het haar zit hier. Oké, ik heb een Indiase winterdaal gemaakt. En ik heb er zelf nog seitan aan toegevoegd. Wat vind je ervan, Maxi? Het is vegan. Dat hoef je er niet bij te zeggen. Ah! Dat is wel duidelijk. Maar dat ligt aan het gerecht, niet aan dat het vegan is. Stombo. Vind je lekker? Verdorie, een half uur in de keuken staan. Jullie vragen je natuurlijk inmiddels af hoe het dag 5 kan zijn. En Marije nog geen chocola heeft gegeten. Want melkchocola zit natuurlijk melk in. Nou, deze dus. Dit is echt de tip van het jaar. Dit is echt smullen. Tip. Ik ben hier met Lisa en Tessa. Gezellig. En ik kom helemaal niks tekort, want ik heb gewoon vegan kroketten. Yay! Het ziet er zo lekker uit. Het ziet er echt lekker uit. Oké, de kroketten waren echt overheerlijk. En daarna was ik... Ja, poep onder mijn schoen. Echt gewoon heftig. Claire is poep onder de schoenen aan het weghalen. Maar net was ik dus bij een borrel van Social Influencers, mijn agency. En nu trek ik de snackbar trend nog eventjes door. Want we gaan vegan kapsalon eten. Yay! Als je mijn video's vaker kijkt, dan weet je dat ik daar echt helemaal verliefd op ben. En ik kan echt niet wachten. Jezus. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe erg ga je genieten? Ja, 18. Ja. We eten ook weer samen. We zijn zo blij nu. We zijn in Loods 5. Shoppings. En we hebben heel erg honger. Dus we gaan nu eten. En ik denk dat dit de grootste uitdaging wordt van de week. Want ik vraag me af of ze hier wat vegans hebben. Waarom shoppen we eigenlijk nog? We hebben nog een influencer. Waarom krijgen we niet alles gratis? Doe normaal. Oh. Nou, ik dus denk, er komt dus echt even een crisis aan hier. Even een low point in mijn experiment. Een sad music moment. Maar nee, niks van dat. Want ik heb gewoon helemaal een vegan salade gekregen. En ze zeiden dat er honing in de dressing zat. Maar dat ze dat wel eruit wilden halen. En vervangen door olijfolie. Dus nu ben ik een gelukkig meisje. Zeg je eruit wilde halen, maar je bedoelt natuurlijk en niet in de salade. Je kan honing in de salade. Ja. Het zou best wel moeilijk zijn om de honing uit je salade te halen. Zicht. Oké, het volgende punt op mijn agenda is mijn bank. Want het feit is dat Nederlandse banken nog heel veel investeren in megastallen. Allerlei dingen waar dieren niet beter van worden. Wat slecht is voor het milieu. Kernwapenproductie. En ga nog maar even door. Dat past niet helemaal bij hoe ik in het leven sta. Dus het is tijd voor een switch. En daarom ben ik nu aan het overstappen naar Triodos. ASN Bank schijnt ook een goede te zijn op dat vlak. Maar de rest is echt... Op eerlijkebankwijzer.nl geloof ik, kun je checken hoe jouw bank ervoor staat. Ik ga in ieder geval overstappen, voel ik me beter bij. Dus ja, wellicht hashtag tip van de dag. En dan nu, het moment waarvan je wist dat het er zou komen. We gaan vegan kazenvlees maken. Yes! Ingrediënten. Maken. Bakken. Chappen! Max, je komt op een uitgelezen moment binnen, want ik heb de vegan kaasvlees hier en jij mag ze proeven. Oké. Oh, knapperige textuur. Ja, het is wel... Ben je blij verrast? Ja. Ik vind dit best wel heel erg lekker. Het smaakt meer als zo'n warm kaasbroodje die je bij de tankstations en zo haalt. En dat is meer. Ja. Maar het is wel heel lekker. Ik geef dit 8 van de 10 onderkinnen. Het is alleen niet gezond. Dit geeft mij ook 8 van mijn 10 onderkinnen. Mij even knettergezond een plaattaart maken. Dit gaat straks daarop en dit ook. En ook nog bietjes. Ik heb nog nooit bietjes en
Cavallo Nero gemaakt. Nero? Nero? Daar kan toch helemaal niks op? Ik ben een soufflé gemaakt. Ik voel dat ik weer het slachtoffer van dit experiment ben. Oké, mijn tip is zorg dat je 3 hele lekkere vegan gerechten uit je losse pols kan. Dus zonder receptenboek en helemaal gewoon je eigen maakt. Waar je gewoon zeker weet van als iemand komt eten, kan ik dat heerlijke gerecht maken. Dus een curry of een rokschotel of een vegan fish. Nou, mijn tip is dat ik het denk ik rustig zou afbouwen. Als je echt diehard carnivore bent en je bent van plan om vegan te gaan eten, dan zou ik gewoon met stapjes gaan afbouwen. Dat zou ik doen, ja. Mijn tip, probeer niet alle ingrediënten of de vleesvarianten echt één op één te vervangen met iets vegans. Want dan die hoofdzijn vleesbekend misschien onwijs lekker en dan kan iets vegans met je tegenvallen. Mijn tip voor als je meer vegan wil eten, is gewoon vegan vrienden maken. Die nemen je mee naar de beste vegan restaurants en die koken ook nog af en toe voor je. Zo. Wij gaan ons veganistische bestaan naar een hoger level trekken. Nog hoger, ja? Ik weet niet wie deze persoon is die deze zin uitspreekt. Maar we gaan dus naar een veganistische supermarkt in Den Haag. Ja, we hebben heel wat over voor ons veganistisch leven. Zo'n offer in de auto naar Den Haag. En nou, dat is... Zijn vegan? Ja, hebben ze al het lekkere vegan eten verstopt. Ze hebben gewoon de verkeerde steeds. Nou zeg. Al deze ziet het lekker. Kijk, vegan mac and cheese mogelijkheden. Kijk dit dan. Allemaal vlees. Vegan tonijn. Vegan beef. Vegan... What? Jongens, ik wil echt deze hele winkel leegkopen. Alles is er wat je wil. Oh mijn god. Dit was echt zo fantastisch. Ik vind wel dat je erg enthousiast bent over een supermarkt nu, maar het was wel een goede supermarkt. Het was, je hebt alles, alles heb je er. Alles wat je denkt van, dat mag ik niet meer als vegan, dat heb je daar. Ik zeg niet dat het allemaal even lekker is, dat gaan we nog ondervinden. Maar het is wel heel leuk, vind ik in ieder geval. Max zit weer eens een heel klein op. Om dat allemaal te gaan proberen. Ik word daar in ieder geval heel enthousiast over. Van vegetable pie, vegan mayo, aardappelpatat. Dikke man. Update? Fucking lekker. Fucking lekker. Fucking lekker. Mm. Oh, dat is vreed. Wat vind jij ervan? Ik vind dat ding echt wel lekker. Ja? Echt wel goed. En ik merk ook dat die Engelse pies willen wel eens rare vleessoorten in zitten. Wij hebben ooit in het verleden hebben we zo'n ding gegeten en toen zaten er echt botten in en zo. Ja, en zo'n ader. Oh zo'n ja, dat was het ook. Ja, dat was echt smerig. Oh god, dat is smerig. Ja. En dit is, deze zijn zelfs vegan, toch? Ja. Ja, dus dan kan je helemaal, er zitten geen lijpe dingen in. Van dat soort. En dat geeft wel een ogen. Je kan er gewoon in snijden en je hoeft niet ieder dingetje uit elkaar te pluizen om te kijken wat zit nou eigenlijk te chappen. Want het is gewoon prima. Het is gewoon uien en champignons en dingen en zo. Ik vind het echt, en het is gewoon echt lekker. Het is echt lekker. Ja, I like it all. Ik red succes. Ik heb nu een aantal onderwerpen belicht, maar er zijn natuurlijk nog heel veel dingen waar dierlijke producten in zitten, zoals huidverzorging en make-up, et cetera. Wat make-up en ook kleding betreft, ik ga niet nu opeens allemaal spullen weggooien, alleen maar omdat er leer of wol in zit, want dat vind ik ook niet duurzaam. Dat slaat dan ook weer nergens op. Daarom heb ik dat deze week ook gewoon gedragen, maar in het vervolg wil ik wel kijken naar betere alternatieven, betere, duurzamere keuzes. Want besef nog even dit, hè. We hebben eigenlijk nergens dierlijke producten voor nodig. Dus waarom dan niet andere keuzes maken? Als je het niet voor de dieren doet, dan misschien voor het klimaat? Nog even voor de duidelijkheid. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Er zijn natuurlijk heel veel what-ifs en maren die aan dit onderwerp kleven. Die ik niet allemaal kan behandelen in zo'n video. Daarom heb ik hieronder in de videobeschrijving ook nog allemaal linkjes geplaatst. Met meer informatie als je er wat over wil lezen. Doe dat vooral. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen inspireren een stapje in de goede richting te zetten. En bewustere keuzes te maken. Dat betekent niet dat ik wil dat je helemaal vleesloos door het leven opeens gaat. Maar als jij een keertje een stukje minder vlees eet doordat je deze video hebt gezien, dan ben ik al heel erg gelukkig. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week weer.